Fort Honswijk is een fort wat bestaat uit meerdere gebouwen. En die meerdere gebouwen moeten allemaal worden voorzien van warmte. Dat doen we middels een warmtenet. En het warmtenet wordt gevoed door het aquathermiesysteem met warmtepompen. Voor het aquathermiesysteem, om dat werkend te krijgen, hebben we natuurlijk water nodig. En dat water dat zit in deze vijver. Dat zit rondom het fort. En hij staat niet in open verbinding met het water van de lek. Dat is afgesloten. We gaan het water hier uit de vijver naar boven halen. Dat gaat middels een ondergrondse leiding naar de techniekruimte daar. Daar wordt het uitgewisseld met de warmte. En dan gaat het aan de andere kant van het fort terug weer de vijver in. Zodat we eigenlijk een soort circulatiesysteem krijgen. En voorkomen dat we hier warm en koud water gaan mengen. Waardoor het systeem minder rendabel wordt. Dat zijn de ontwerpeisen. En dat zijn ook de vragen die bij ons liggen als adviseur. Hoe maak je nou zo'n systeem zo rendabel mogelijk? En daar denken we met ons team altijd goed over na. Wat is zinnig? Wat is goed? En dat soort vragen, daar zoeken we antwoorden bij. En die antwoorden zijn heel interessant voor opdrachtgevers. Heb je zin om daar aan mee te werken met dit soort bijzondere projecten? Voel je vrij, neem contact met ons op en ik zie graag je berichten tegemoet.